Fred. Ik ben in elk geval niet zo groot. Ja, ik schat je steeds te groot. Het gaat er gewoon. Dankjewel. Voorzitter, we zullen zien hoe verstaanbaar dit nog blijft. Dank aan de minister voor de recensies van de cd's van Death Alley en Monomyth. En dank ook voor de toezegging om binnen het budget voor de topsector creatieve industrie te kijken wat er mogelijk is voor de ondersteuning van het plan om succesvolle Nederlandse bandjes te helpen bij het veroveren van buitenlandse markten. Er liggen mooie kansen en het zou mooi zijn als het ministerie van Economische Zaken daarbij betrokken blijft. Voorzitter, dan heb ik de minister uitgedaagd om nu alvast wat wijsheid aan de dag te leggen die misschien wel, waar die zich vrijer in voelt als zijn ministerschap eenmaal is afgelopen. En hij heeft daar al een klein beetje een doorkijkje van gegeven. Aan de ene kant begon hij zijn inleiding met een lofzang op de geneugde van de vrijhandelsverdragen, die ik niet zie zitten. En daarna, in antwoord op de vraag van de heer Smaling, hoe staat Nederland ervoor in 2050, gaf hij er toch blijk van wel te weten dat er een grote noodzaak is om de balans met de natuur weer te vinden. En dat het maar afhangt van de vraag of we effectief weten op te treden tegen schendingen van mensenrechten. Ik sluit niet uit dat hij, als hij eenmaal minister af is, toegeeft dat die vrijhandelsverdragen veel grotere nadelen hadden dan die nu in deze Kamer durft toe te geven. Het zou mooi zijn als hij het voor zijn vertrek uit vak K ook in deze functie nog kan beamen. Voorzitter, dan twee moties. De Kamer hoort de beraadslaging constaterende dat kolenstroom een grote bijdrage levert aan de opwarming van de aarde, overwegende de brede steun voor het snel sluiten van de kolencentrales in Nederland en de noodzaak om in Nederland voldoende duurzame energie op te wekken, verzoekt de regering te bewerkstelligen dat kolenstroom de toegang tot het Nederlandse elektriciteitsnet kan en zal worden ontzegd en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende maat ondersteund? Dat is het geval. Daarmee maakt ze deel uit van de beraadslaging. De Kamer hoort de beraadslaging, verzoekt de regering de extra aangekondigde subsidie van 150 miljoen euro voor monomestvergisters in te trekken en deze gelden in plaats daarvan te gebruiken voor extra stimulans voor zonne-energie. En gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende maat ondersteund? Dat is het geval. Daarmee maakt ze deel uit van de beraadslaging. Mijn stem houdt het nog voor één motie, voorzitter. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat we aan het begin staan van de energietransitie van fossiel naar duurzaam en dat deze transitie forse investeringen vergt. Constaterende dat er ook bij de productie van hernieuwbare energie nadelige milieueffecten kunnen optreden. Van mening dat we elke euro die beschikbaar is voor de energietransitie zo duurzaam mogelijk moeten besteden, verzoekt de regering er bij de toekomstige toekenning van subsidies voor duurzame energie voor te zorgen dat de gehele levenscyclus van de opgewekte kilowatturen in ogenschouw wordt genomen, om zo de meest duurzame vormen van hernieuwbare energie voorrang te kunnen geven. En gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Daarmee maakt het deel uit van de beraadslaging. Meer zit er echt niet in. Dank u wel. Nee, ik hoor het. Ik wens u alle sterkte toe. En in ieder geval wat rust de komende dagen.